dat is het moment dat mensen echt bereid zijn om die stap te zetten. Dat kost ook extra geld. Dat krijgen we dan maar niet van de overheid, maar dat krijgen we van u. Dat we onze spieren losmaken. Dus daarom wil ik Vrouwtje uitnodigen. Zij gaat met ons de warming-up doen. Ja! Goedemorgen allemaal! Ja? Alle kanten? We staan ook recht in de camera. Ja, we gaan ook echt mee, hè? Dat is goed, hè? Eén voet naar voren, ander achter. En zo met een beetje spanning op je kuitvoet. Heel goed. De andere been naar voren. Been naar achter en spanning op je kuitvoet. Ik ben Marijke Koers, ik ben medewerker bij Vrienden van de Hoop. Samen met een aantal collega's organiseer ik Vrouwen Lopen voor Vrouwen. Wat betekent dat vandaag voor jullie? Vandaag is een geweldige dag, we hebben enorm naar uitgekeken. We gaan met 200 vrouwen wandelen vandaag en dan komen we in beweging voor de vrouwen die we helpen bij Stichting de Hoop. Wat houdt dat in? Bij de Hoop worden vrouwen geholpen die verslaafd zijn of op een andere manier zijn vastgelopen in het leven. En voor de hulp aan deze vrouwen krijgen we wel subsidie, maar voor een aantal projecten ook niet. En vandaag samen we geld in voor deze projecten. We hebben bijvoorbeeld een opvang van moeder en kind. En voor de hulp aan de kinderen krijgen we geen subsidie. Ik vind het heel erg belangrijk dat moeder en kind bij elkaar kunnen blijven. En daarom samen we vandaag geld in, zodat ook kinderen en moeders niet van elkaar gescheiden worden. U bent tevreden met het aantal mensen? Ik ben heel tevreden. Ik vind het geweldig. 200 vrouwen met elkaar in beweging. Dat is prachtig. Ja. Jullie doen het meer? Ja, dat klopt. We organiseren nu al een aantal jaren Vrouwen Lopen Vrouwen wandeltochten. En in Dordrecht hebben we elk jaar een tocht. En we hebben ook een ladies run, maar dat is pas in oktober. Moet het groter worden? Is het zo belangrijk dat het eigenlijk groter moet worden? Nou, we zouden het geweldig vinden als het groter wordt. We hebben al een groeiend aantal tochten. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook een wandeltocht in Maassluis en in Doorn en op meerdere plekken. En hoe meer vrouwen meewandelen, hoe beter. Des te meer vrouwen kunnen we ook weer helpen. We hebben bijvoorbeeld ook een project van vrouwen die uit de prostitutie kunnen stappen. Daar is gewoon heel veel geld voor nodig. En heel veel vrouwen die daar werken, werken daar gedwongen. En we vinden het mooi als ze een nieuwe start kunnen maken. En daarom samen ook voor hen geld in. Als u nou perken wilt of kan maken, wat zou u dan willen zeggen? Ja. Nou, wat ik graag zou willen zeggen is dat het een heel makkelijke manier is om in beweging te komen. Je gaat wandelen, dat is ontzettend leuk voor jezelf, een mooie wandeltocht. En tegelijkertijd help je andere vrouwen. En iedereen doet iets kleins, maar met elkaar kunnen we echt iets groots betekenen. Kunnen mensen ook geld doneren? Jazeker, iedereen die meewandelt die kan gesponsord worden. En dat kan via onze website www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl. En via die site kun je dus iemand opzoeken die je wil sponsoren. Van harte welkom. Vind ik het ontzettend gezellig dat we met zo'n groot team vanuit Sliedrecht op de been kunnen zijn. En ja, het doel is natuurlijk geweldig. En het doel is? De kwetsbare vrouwen van de hoop, daar lopen we voor. En daar hebben we onze centen voor gedoneerd. Oké, succes vandaag. Ja, dank u wel. Ja. Ik vind het zo. Ik vind het helemaal goed.